Hey, hallo allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal Jimmy. En vandaag is het vrijdag en het is weer tijd voor nieuwe Jimmy's Mix, jongens en meisjes. Die komt natuurlijk zo meteen online. Dus deze video komt eerder online in Jimmy's Mix, ja. Oké, ik ga even vertellen, dit is eigenlijk een soort kleine... Ik ga dus weer een update voor jullie, jongens en meisjes. Waarom? Ja, deze video is wel heel slow en zo, maar dat komt door die stomme camera en OBS en shit. En dan is het allemaal te veel voor het ding. Dus dan loopt hij vast. Maar jullie horen mij gewoon. En dat vind ik gewoon het prettigste. Dat jullie mij gewoon horen. Ja. Oké. Dus ja, dat is even wat ik wil zeggen. Nee, grapje. Nee, ik ga nu even echt zeggen wat er aan de hand is dan. Want er is natuurlijk niks aan de hand. Ik heb net Jimmy's Mix opgenomen. Die is nu in de render. Dat kan ik je laten zien. Ik geloof je niet. Daar gaan we nu naar kijken. Dus daar gaan we nu naartoe. Kijk. Dan gaan we even naar deze. En dan zie je dus dat die bezig is. Hij is bijna klaar. Dus kan ik bijna weer verder. Het duurt altijd zo lang. Dus ja. Ik bewerk het trouwens met iMovie. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar wij gaan even terug naar de camera weer. Want ja, het is dus wel heel leuk dat we weer zo meteen een Jimmy's Mix aan doen. Maar even daar even niet over. Even over het volgende. Zoals jullie weten heb ik woensdag gezegd in een video dat ik ga stoppen met sketches. Dat is ook zo, jongens en meisjes. Maar er moet dus ook een banner veranderd worden. Nou kan ik. Ik kan niet zo'n hele goede banners maken. Dus heeft iemand in de reacties van de video gezet van: ik kan je wel helpen met dingen editen en zo, icoontjes, profielfoto's en zo, maar ook met banners. En jongens en meisjes, ja, ik ga zijn naam gewoon lekker zeggen. Voor degene die toch ook een banner willen graag. Je moet zijn met Misha van Dijk. Misha van Dijk woont in Utrecht, in Leusden. En is 15 jaar oud. Nou, hij maakt dus zoals ik zeg banners. Hij edit heel mooie video's. Hij kan mooie intro's maken. Hij kan icoontjes maken. Hij kan veel foto's maken. Hij kan heel goed vet bewerken. 3D, alles en shit. Hij kan heel veel met Photoshop. Daar was ik naar op zoek, jongens en meisjes. Dus ga ik hem mijn banner laten maken. Het wordt eigenlijk een. Ik ga even niks lekker over de banner zeggen, jongens en meisjes. Want dan weten jullie straks hoe die er lekker uitziet. En dat willen jullie niet weten. Dus het is gewoon leuk als dat gaan doen. Maar in ieder geval, volgens mij is die nu wel klaar. Nee, nog niet. Oké. Met renderen. Nou ja, renderen niet, maar de video even inladen. Dat doe ik eventjes namelijk. Maar in ieder geval, ik vind het weer super vet. Ja, dat we dus iets anders gaan doen, jongens en meisjes. En dat wil ik dus nu ook even zeggen. Want we weten dat er komt een nieuwe banner. Misha van Dijk gaat een nieuwe banner van me maken. Oké, dat is één ding wat zeker is. De banner die komt pas volgende week. Dan is die aan het eind van de week klaar. Dan ga ik hem erop. Dan krijg ik hem binnen. Dan ga ik hem erop zetten. Hebben jullie de nieuwe banner? Maar jongens en meisjes, dan komt het volgende. Want ik keek eens op Instagram. En Sander van de Ende heeft toen een keer gereageerd van ergens bij een foto, ik weet niet meer waar. Sander van de Ende trouwens, excuses voor mij dat ik jou zo heb beledigd in de video. Nou, niet echt beledigd, maar ik bedoel zeg maar gewoon dat je niet leuk vond dat je zeg maar zo werd. Ja, je snapt het wel van die uploads, dat jij dat eigenlijk zou doen. Ja, dat had je eigenlijk ook moeten doen. Maar ik wist niet dat je op vakantie was en had dat dan eerder gezegd. Dan had ik gewoon niemand op mijn kanaal gekomen. Maar dan, ja, sorry, dat spijt me dat wel. Maar even daar niet over. Maar hij had in ieder geval dus gereageerd in Sander van de Ende. Ga top 5 doen. Want dat lijkt me drie maanden lijkt me dat wel leuk, top 5. Bijvoorbeeld top 5 sprongen, zei hij. En dat leek me ook een leuk idee om top 5 te maken, jongens en meisjes. En ik dacht ook van, ja, dat doet Dylan Hagens natuurlijk ook. Maar ja, dan ga ik totaal andere doen. Dat leek mij ook wel leuk.
Nou leer ik misschien het editen een beetje nog meer om wat ik niet krijg. Dus jongens en meisjes, ja, dat is ook veel werk, dat weet ik. Maar ja, ik vind het zelf een heel leuk idee. En dat kan ik ook gewoon doen, dus het zou in principe gewoon kunnen. Ja. Dus wordt het een top 5, jongens? Wat wordt het? Dan weten jullie het. In plaats van, ik weet het dezelfde week nog. Het is 2 dagen geleden dat ik een video heb gemaakt. Dus, geen sketches meer op woensdag. De komende 3 à 4 maanden. Maar, top 5, jongens en meisjes. Top 5. Top 5, ja. Elke woensdag komt er een top 5. Super vet, jongens en meisjes. En ja, dan wordt dus een nieuwe. En de missie vandaag gaat de banner maken. Ik heb alles al gestuurd via messages van mijn Apple ID dinges en ja, voor een bericht op je iPad, weet je wel. Hij zei van, ik zit nu in Zuid-Frankrijk, ik ga gewoon weer terug. Kan ik vrijdag de banner maken? Of als hij nu voor trui thuis is, dan gaat hij meteen beginnen. Nou ja, gaat eerst al shit en zo doen. Maar daarna gaat hij banner dus maken, voor mij. En dan ga ik aan het eind van de week op dit kanaal gooien, jongens. Super, super vet. Ik zal zijn, hij heeft ook een eigen website, jongens en meisjes, dus ik zal dat in de beschrijving zetten. Dat is Eerste Hulp bij YouTube, www.eerstehulpbijyoutube.com. De website zelf is nog niet helemaal klaar, jongens en meisjes. Maar, ja, toch wil ik even zeggen, je moet even op hem, zijn kanaal kijken. Dat is ook gewoon Misha van Dijk. Hij heeft Misha van Dijk, maar hij heeft ook Eerste Hulp bij YouTube. Hij is gewoon super vet. Ik vind hem echt een dikke baas. Hij is 15, ik ben 13. Hij wil me graag helpen. Oké, man. Super thanks. Super thanks, wat? Super bedankt. Maar in ieder geval, ik vind het super vet dat jij dat gedaan. Dankjewel daarvoor. Nou, in ieder geval, dit was even voor de update video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Geef deze video een duimpje omhoog. Een reactie. En ik ga het abonneren. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. De top 5 jongens en meisjes. Super nice. En ja, en om maar één te zeggen. En dat is doei! Doei. 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 Doei.